Jarenlang hebben vrijwilligers zich ingezet voor de kleine bibliotheek in het dorpshuis van Abbekerk. Dat stopte toen de gemeente fors ging bezuinigen en er in de collectie gesneden werd. Kijk, hier zat het. En dat is nu alleen maar voor jeugd. Het hek kan er wel van. Dus, En voorheen was het met vrijwilligers. Maar ja, die hebben op een gegeven moment gezegd van jongens, na al die veranderingen, het is nu goed. De lol was eraf. En toen dachten we, gaan we het anders doen. Direct na de zomervakantie is de leestafel omgebouwd tot boekenkast. Oproep in het dorpsblad voor boeken en kijk, het lijkt wel een bibliotheek. Nou, zonder alle rompslomp eromheen. Lezers uit het dorp kunnen hun eigen boeken brengen en een ander boek weer meenemen. Het lijkt het resultaat van de terugtrekkende overheid en de zogeheten participerende maatschappij. Grote woorden allemaal, hè? Gewoon zelf doen. Ik vind het fijn dat het zo kan. Maar ik vind het niet leuk dat ze die bibliotheek opruimen, want dat is geen harde. Het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat er natuurlijk op zo'n dorp als dit, dat het toch mogelijk is om een goed boek te pakken te krijgen. Zelf het heft in handen nemen is inmiddels goed tot de Abbekerkers doorgedrongen. Het is pure noodzaak. Het werd beduidend stiller omdat de middengroep niet meer mocht lenen. Dus die gingen naar een grotere bibliotheek in Opmeer of in Medemblik. Maar die nemen dan ook hun kinderen mee. En dat bevordert de leefbaarheid natuurlijk niet in de kleine kernen. Nou ja, als alle mensen een beetje een goede wil zijn, kan er misschien toch nog wel iets leuks gebeuren. Dan maar zo. Dan maar zo, ja. Kunnen we toch vooruit met lezen. Bye.